Wat weet u over darmkanker? Wat ik weet over darmkanker, hoe dat er ontstaat? Of hoe het ontstaat, vanaf welke leeftijd, de kleur van het lintje. Ik ben geen medicus. Hè. Dus, in principe van darmkanker weet ik dat er door kwaadaardige cellen in de darmen dat wel darmkanker kunnen krijgen. Maar dat is van alle onderzoeken tot nu toe hebben aangetoond dat bij een vroegtijdige opsporing dat je veel leed kunt voorkomen. Net zoals bij borstkanker en bij baarmoederhalskanker. En dat dat eigenlijk op een eenvoudige manier kan gebeuren. Die preventieve screening, dat het in tegenstelling tot bij borstkanker, wat het vrouwen op de stap moeten zetten om een mammografie te laten nemen, dat het hier veel eenvoudiger gaat zijn via een staalname. En ik denk dat de manier waarop dat nu voorgesteld is, ook door de minister om dat verder te gaan ontwikkelen, op basis van die pilootprojecten, dat we veel mensen gaan kunnen bereiken, vooral omdat het zo laagdrempelig is en dat we de mensen zelf gaan contacteren, dat die een brief krijgen, dat die een potje krijgen, om de stoel gaan op te sturen en zo. Dus ik denk dat dat wel effect gaat hebben. Als we spreken over screening en bevolkingsonderzoek, dan gaan we bijvoorbeeld in Wallonië kijken. Daar doet men al jaren, ik denk 11 of 12 jaar al, onderzoek met de GAIAC-test. Iets oudere test, iets minder eenvoudige test wel. Maar ja, daar komt 8% van de uitgenodigde opdagen. Hoe gaan we dat voorkomen in Vlaanderen? Ik denk juist door het zo eenvoudig mogelijk te maken, de procedure. Op dit moment is het voorstel dat de mensen een brief aan huis zullen krijgen vanaf een bepaalde leeftijd. Tussen de 50 en 70 jaar was dat nu was. Ja, 50 en 74. 50 en 74, dat die bevolkingsgroep is aangeduid. Het feit dat ze een brief krijgen, dat ze onmiddellijk al het materiaal krijgen voor de stoel naar in te doen en om te bezorgen. Dat de mensen zelf moeten geen stappen meer gaan zetten. Alles wordt hen aan huis afgeleverd, terwijl in de andere onderzoeken dat je eigenlijk de stap zelf moet zetten. En naar een dokter moet gaan of naar een onderzoeksinstituut moet gaan. Maar het is dus effectief zonder vooraf eigenlijk de mensen te vragen van willen jullie ermee meedoen, gewoon rechtstreeks die test aan huis leveren en zien wat de mensen doen. Ja, voilà. Ik denk dat het zo ook een pilootproject was, zoals dat is opgestart en dat heeft ook wel effecten gehad. Maar ik denk wel, gewoon alleen die brief gaat niet voldoende zijn. Net zoals bij borstkanker en bij baarmoederhalskanker, dat je daar een hele campagne van moeten opbouwen. Dat de mensen ook gaan weten via de media dat ze zoiets kunnen verwachten. Want anders gaat dat inderdaad een dikwijls, denk ik, een rare reactie zijn bij de mensen dat ze dat in de bus krijgen. Van wat moet ik daar nu mee doen? Dan is dat wel te vertrouwen. Mogen we daar van de Vlaamse overheid iets verwachten? Want tot nu toe is dat. Dat is absoluut een vraag. En ik denk dat dat essentieel is voor het slagen van deze manier van screenen. Dat is een absolute vraag ook van NDA, dat daar echt een preventiecampagne, een mediacampagne wordt omgezet. En ik heb die vraag gesteld in de commissie, of dat in het budget wat nu voorzien was, of dat ook expliciet middelen naar een algemene mediacampagne zouden worden voorzien. Dat is mij nog niet helemaal bevestigd door de minister, maar hij zei wel dat dat een belangrijk onderdeel was van het slagen van heel de preventieve screening eigenlijk. Dus ik hoop. U heeft er in ieder geval goede hoop in. Ik heb er goede hoop in. Oké, perfect. Dank voor uw tijd.